Ja, dat kan maar handen, niet? Ja. Ik moet een beetje aan de kant. Zie je mezelf? Opnieuw! Dit is wat je nou noemt de kers op de taart. Voor mij staat een van de leden van de projectgroep A4D, de avond vierdaagse. Nou, hartelijk gefeliciteerd wat er hier al gespeeld door de VLS bent. Ik denk zeer terecht. Ja, dus, nou, het is geweldig. Als ik zie hoe de mensen hier langslopen en zie hoeveel mensen hier aan de Noordsingel staan. Ik heb van mensen hier in de buurt wel eens gehoord van ja, hier is aan de Noordsingel is nooit iets te beleven. En nu staat er drie orkesten aan de Noordsingel. Dat zijn allemaal hele blije mensen. Nou, dat kan niet meer stuk. In mijn ogen. De laatste loodjes? Ja, we hebben bewust gezegd van vier avonden lopen. En hoe gaan we nu zo'n laatste stuk dan noemen? Nou, we hebben de Noordsingel hebben we maar omgedoopt in de laatste loodjes. Laatste deel van de route. Een stuk van ongeveer een kilometer. Daarna moeten ze nog een kilometer lopen en dan kunnen ze de medaille ophalen. De medaille wordt pas uitgereikt bij de finish en niet hier op de laatste loodjes. Dus iedereen loopt hier zonder medaille. Dit is de plaats om al je snoepgoed en al je franjes om te krijgen van alle inwoners van de gemeente die een warm hart toedragen. Dat worden er steeds meer, denk ik. Dat, ja, toch wel. Nou, we mogen niet klagen wat het aantal deelnemers betreft. We hebben wel wat minder dan vorig jaar. Vorig jaar zaten we op 1430 ongeveer en nu zaten we op 1310. Dus het is wel wat minder. Maar ik denk dat met zo'n evenement, zo'n slotavond, dat dan volgend jaar mensen zeggen, ja, maar dat kan ik toch niet missen. Dat moet ik toch gaan meedoen. We gaan voor de 2000. We gaan zeker naar de 2000. Ja, uiteindelijk wel eens een keer. Hoe lang dat duurt, altijd wat vooruit blijven kijken en zeggen van, een beetje perspectief houden is toch wel goed. En dan vind ik toch dat we dat met z'n allen, ik wil daar ook mijn mede-projectleden wel even... Noem eens even. Gerry Mulder. Uiteraard. Sandy Holkenborg. Joop van Bruggen. Christine Spijkerboer. En ondergetekende. Rullevigers. Vijf man, ja. En die doen het allemaal, die zetten de routes uit, die verzinnen een laatste loodjesallee, zeg maar, het soort van... Vierdaagse van Nijmegen in het klein. Ja. Een erestraat, en dat is dan een Noordsingel, een lang, mooi lang stuk. En daar kun je inderdaad omhangen worden met snoepgoed en franjes. Ja, helaas wel veel snoepgoed. Ik denk dat het wel eens goed was om daar eens over na te denken. Of dat wel zo goed is om allemaal snoep te geven. Er zijn ook hele leuke andere cadeautjes te bedenken. Maar als ik zie wat hier allemaal toch allemaal uitgereikt is. En ik moet ook zeggen, als ik nu zie dat alles al weg is, dan is dat perfect gegaan. Dat is, alleen in het begin was het even liep het wat uit elkaar. En daarna kwam het als een stoet kwam het hier langs. En dan zo bij de muziek langs,
Geweldig, ik vond het hartstikke leuk. Hey!
Waar is die? Ja.
Ja! Wat je er eerder uit gestapt. Volgend jaar weer? Volgend jaar zeker weer. Ja, ja. Ja? Ja, ik ga er helemaal voor. Ik zie daar ook een van mijn mede-projectleden. Ja, ik heb een paar anderen heb ik hier net langs zien fietsen. We gaan volgend jaar weer voor dit vast. Jazeker. Ja? Succes. Dankjewel. Dankjewel.